wel het goede nieuws is dat het gemiddelde inkomen van de limburger er is op vooruit gegaan maar het klopt dat we achterlopen bij de rest van vlaanderen Volgens de FOT-economie bedroeg het netto belastbaar inkomen van de Belg in 2012 gemiddeld 16.651 euro. De Vlaming verdiende aanzienlijk meer, gemiddeld 17.765 euro. De Limburger verdient dan weer beduidend minder, 16.406 euro. Dat is 1.359 euro minder dan de Vlaming. En daar zijn vier redenen voor. Ten eerste is het werkloosheidpercentage nog een half procent hoger dan de rest in Vlaanderen, en dat betekent dat ons inkomen natuurlijk een, een stuk lager is. Ook speelt mee dat we een jonge provincie zijn. Daarnaast is inkomen en loon ook gekoppeld aan opleidingen. We zien dat de opleiding in Limburg gemiddeld korter is. En tot slot is het zo dat de bedrijven in de best verdienende sectoren in Limburg ondervertegenwoordigd zijn. Dat is met name in de chemische en petrochemische sector die sector waar we juist goed in zijn, namelijk horeca en toerisme, behoort helaas tot de laagstbetaalende sectoren. In herstappen en Hasselt liggen de lonen het hoogst. In de voormalige mijngemeente wordt het minst verdiend. Maasmechelen is het armst. Dat klopt en de redenen zijn dat er een hogere werkloosheid is in Maasmechelen en dat de bevolking er ook jonger is en lonen zijn nu nog eenmaal gekoppeld aan leeftijd, aan anciëniteit enerzijds en aan opleidingsniveau anderzijds met de sluiting van Fort voor de deur zal de loonkloof van Limburg met Vlaanderen alleen maar toenemen. Om het inkomen van de gemiddelde Limburger op te krikken, moeten er dringend meer jobs worden gecreëerd en daaraan wordt hard gewerkt. Enerzijds door de lasten op arbeid te verlagen waardoor het goedkoper wordt voor werkgevers om mensen aan te werven en anderzijds door initiatieven zoals Salk. Maar daarnaast blijft het belangrijk om in te zetten op opleiding, want hoe hoger de opleiding, hoe hoger het inkomen.